En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Ik wil graag vragen, een nieuwe formateur, wat denkt u daarvan? Een nieuwe formateur, dat wordt helemaal niks. Met de heer meneer Wilders niet. Nee. Ik denk dat we nieuwe verkiezingen krijgen. Een nieuwe formateur. Ik denk dat het wel goed is dat er weer iets gaat gebeuren, ja. Ja, het kan niet anders, hè? Nou, als het net zo gaat als de vorige, zal er ook niet veel uitkomen. Zoals Wilders nou wil, dat kan helemaal niet. Ja. Maar ligt het alleen aan Wilders, denkt u? Ik denk het wel, ja. Die heeft 17 jaar liggen schoppen, overal tegenaan. En nou is hij de baas, maar nou wordt helemaal niks. Maar de drie partijen, zullen die weer Pieter Omtzigt weer binnen kunnen halen met de nieuwe formateur? Want de hele Kamer moet weer, of alle... Eigenwijze pukkel? Nee. Nee? Gaat niet lukken, nee. Ik zou zeggen, laat me opnieuw aan de tafel gaan, tenminste voor nieuwe verkiezingen. Of een nieuw stemmen. Ja, kan ook natuurlijk. Ja. Maar dan denk ik dat hij de grootste wordt, PVV. Ja. En wat dan? Hè? Want dan zitten we hetzelfde punt. Ja. Nou ja, laat maar gewoon voor de mening uitkomen. Moet iets veranderen in Nederland en dat zo doorgaat. Ja, dan worden we er ook niet beter op. Ik vertrouw het ook allemaal niet. Wantrouwen dus? Wantrouwen, ja. Maar op het Omtzigt kun je niet werken. Solist kan niet samenwerken. Wordt door de mand gevallen. En door de mand gevallen. Ja, ja, ja. En nieuwe verkiezingen? Geloof ik niet in. Nee. Willen ze wel niemand op dit moment? Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Een nieuwe formateur? Nou, ik weet niet of hij iets uithaalt. Denk je dat hij partijen bij elkaar kan brengen? Nou, ik weet het ook niet. Er zitten een paar eigenwijzen tussen. Dus, ja? Zou hij een kabinet tot stand kunnen brengen, denk ik? Nou, ik hoop het, maar ik heb heel erg mijn twijfels over Omtzigt. Nieuwe verkiezingen, denk ik, dat het beste is. Meen je dat? Ja. Maar dan wordt Wilders nog groter. Nou, misschien is dat wel beter. Ja, maar dan komen ze er helemaal niet meer uit. Ja, als je de grootste wordt, wel. Ja. Als je meer dan 75 zetels wordt, dan wel. Ja, dan heb je één partij in de Kamer. Ja, nou, dan heb ik democratie. Ja, dat dus, maar het vertrouwen in de politiek is nog steeds minder geworden. Bij de meeste mensen, denk ik, hoor. Ja, wat moet ik zeggen? Wat denk je? Af en toe denk ik van, het zijn eerst kleine jongens. Want het is maar goed dat het geen bedrijf is. Want dan hadden ze helemaal geen bestaansrecht. Ik zou bijna zeggen, schep onder de kont zijn wij vroeger. Ja, nou ja, goed. Dat mag tegenwoordig niet meer, hè? Nee, dat is waar. Dus er mag niks meer aankrijgen, mag niks meer doen. Dus, vroeger mocht alles, dus het was een betere tijd voor ons. Ja, weet je, ik ben ook geen Wilders-fan, maar van de andere kant, die man heeft wel, we zitten in een democratisch land, en die man heeft wel gewonnen. Ja. Ja? En daar kun je dan heel moeilijk over doen. En, maar ik hoop toch dat ze proberen om met z'n vieren eruit te komen. Ja. Het is erg lastig op dit moment, hè, als je van de week de gesprekken zag. Jazeker, ja, absoluut. Ja. Moet er opnieuw verkiezingen komen? Nee, maar ik denk wel dat het hele gestaar op van er moet over rechts geregeerd worden, dat een beetje er vanaf mag. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Ja, nee, maar alles is een persoonlijk antwoord. Hè. Dat nee, mag nee ook. Zeker. Nee. Maar meer van, voor mij betreft geen nieuwe verkiezingen. Want volgens mij zijn we nog niet klaar met alles verkennen. We zien het. Ja, we gaan het zien. En dan net naar de carnaval. Nou, en dan weer met die. Ja. We dachten, we gaan even bloemen. Die is er ook niet. Nee, daarom. Ook weer. Kost ons ook weer geld. We moeten bij een andere duurder kopen. En dan gaan we even koffie drinken.